Zoals dat tegen Letland ook het geval was. Luc de Jong, daar blijft de bal liggen. Er kan niet worden geschoten door Depay. Berghuis zoekt ruimte voor de uithaal. Van richting verandert er van dichtbij. Depay, en die raakt dan de keeper op het hoofd zo te zien. Het wordt toch niet weer zo'n avond, hè? Daar, mooi wippertje op Depay. Geen buitenspel, schitterende kapbeweging. Nou, dit moet hem zijn. Dumfries. Frenkie de Jong op Steven Berghuis. Wijnaldum. Goed schot. Prachtig gekeerd, zeg. Dat is een formidabele redding van Dale Colling. Berghuis. De Jong, Klaassen nu. Het wordt opnieuw zo'n avond. Slotfase eerste helft. Gaat het nog lukken? Dumfries. Overstapje Berghuis. En Berghuis. Raak. Is het geen buitenspel? Nee. Dan is het opnieuw Steven Berghuis die de score opent. Zoals hij dat ook al deed tegen Letland. We hebben er lang op moeten wachten. Maar plotseling ontstaat hier de mogelijkheid voor Berghuis. Die niet aarzelt. En dit is precies wat Nederland nodig heeft. Dit is een essentieel steuntje in de rug. Want stel je voor dat je met 0-0 de kleedkamer ingaat. Wel snel meegegeven aan De Bar. En die zet het maar eens op een lopen. Heeft De Ligt nog voor zich. Blind bij zich. De Bar nog altijd. Dan op het beslissende moment wordt die bal weggetikt door Daley Blind. Die daar wel bij geblesseerd geraakt lijkt te zijn. Wat een afschuwelijke klap maakte die knie. Dat duidt op een zeer zware blessure. Dit is een beeld dat pijn doet. De spelers van Oranje moeten de aftocht van Blind even uit hun hoofd zetten. Ze concentreren op de wedstrijd en dat lijkt aardig te lukken. Berghuis met de voorzet. Luc de Jong 2-0. Weer een goal van Luc de Jong. Dat is 3 op een rij. Memphis Depay. Gaat het zelf doen. Maar raakt de muur en dan rolt die ballen toch nog in. Staat het 3-0 voor Nederland. Depay. Berghuis. Naar de achterlijn. Lekker voorgezet. Wijnaldum. Nog eens Wijnaldum. 0-4. Tempo komt er nu in. Nederland is ervan doordrongen dat het geen mogelijkheid onbenut moet laten in deze wedstrijd. Het kan natuurlijk niet altijd prijs zijn. Maar Nederland wil zichzelf niet verwijten dat het het hier heeft laten liggen. Dus blijft het zoeken naar meer goals. Klaassen, 0-5 malen. 3 goals in een minuutje of 4. Zo gaat hij goed. Wijnaldum. Wijndal. Depay vraagt om de bal. Dan blijft hij liggen en is het raak. Donny van de Beek. 6-0. Depay. Slechte kaats van Babel, maar die knokt zich weer terug aan de bal. Stenks. Gravenberg. Depay. Past allemaal net niet. Wijndal dan misschien. Ja, dat is goed gedaan, zeg. Memphis Depay, 0-7. Na 0-1 tussenstand prijkt er een 0-7 eindstand op het scorebord. Dat was kortom een vruchtbare tweede helft voor het Nederlands elftal.